Maar ze hadden we gaan afvermoed te zijn. Want hij was er erg gerangeerd. Is het? Hij heeft direct de zadels en bidders. Kijk, hij heeft voor ons gezegd. Ons het allemaal weggejaagd. Hij heeft ons kruis om nou te stelen in jouw kraal. Die plaat die oma is nog niet aan. Ik heb ons al weggezegd. Nee. Zij en zusters zal ons kennen. Paar het gedoen is politie. Ze is een jong mannetje, is 22 jaar oud. Zo, so, misschien kan dit wees wat maar alleen maar die mensen opsteken. Is volgende jaar verkiezing, je weet het. Zijn kop is misschien lekker. Maar, nie. Oh, ja. Maar dit is niet zo niet. Is it possible for the ancestors to tell someone to go and kill someone else? No. Not? Not. No satanism. The only thing that is there is Dacha. Menings vir hoekom Tulane Kentani, moontlik vir hom Frans David en Raleigh de Villiers van Barkly Oos vermoor het, is daar baie. Een ding is echter seker, die wrede aanval het die gemeenskap van die klein dorpie oor kleergrense heen aangegryp. Dit was duidelik te sien toe Kentani amper week na die moord in die landrashof op die dorpie verskyn het. En hoe voel julle as gemeenskap oor hierdie moord wat plaasgevind het? Ons voel nie lekker nie, en dis nie reg nie. Ons weet ons is allemaal nie veilig nie. As dit so gaan, dan kan ons ook nie sê ons is veilig nie. So, julle is ook bang, nie? Ons is bang, baie bang. En naam ons ou mense, wat ons nie self kan verdedig. Ja, die hele gemeenskap is geskok, jy weet julle. Jy weet die ding is die verhouding tussen, denk ek, en Lakie, dit by Swart. Dit is 'n goeie stadium, jy ja, weet, ja. Ons behoort, we gaan die issues achter ons kry. En so, dan krap nou net weer al die wonde oop, en dit is onnodig. Vanoggend, bijvoorbeeld die ouwe moet nou hier gekom, die Swart, die ouwe mense, is, denk ek, onmiddellik, is dit een Swart wedding. Maar as jy nou rustig vir hom sê, maar oom, ons moet isoleer hier so. Dit is nie een Swart wedding nie, dit is een slechte element. Let us be a rainbow nation. Let us show the world that in Barkly East we are all in one. Die moord het skokgolwe deur die gemeenskap gestuur. Die inhegtenisneming van Kentani was egter verander net so 'n groot skok. Ek kan dit nie glo nie. Jy is dit so. So het jy hom geken? I cannot believe it. Ja, van lange van kleins af, man. Maggie Tetwela, wat jare lang na die weeskind omgesien het, is woedend, maar ook met tye verslaaf. Today I was surprised the way he behaved in the magistrate court, because the child was very, you could rely on him. I could say he was very honest. I think it's these drugs and bad friends which made him to be like this. Do you think he realizes what he did? Yes. And do you think he has remorse? By the way I saw him there. Die roudiens van die De Villiers agbaar is afgesluit met die Onse Vader. Maar die hoofstuk is nog lang nie afgesluit vir die mense van Barkly Oos nie. Die tragiese gebeure het 'n gemeenskap geruk. Die vraag is nou, is daar 'n boodskap van troos? Want uiteindelik is die kwessie dat ons moet weerstaan. Ons moet nie gedryf word deur die dinge wat met ons gebeur het, maar ons moet beweeg word deur iets wat van binne uit in ons oortuiging is van wie ons is en wat ons hier is om te doen. I'll say, God is there. Because the thing that Tulane was arrested, instead of saying they are still looking for the killer, God did answer them. They must be strong and have faith in God. They mustn't give up hope.